In de gemeente van Thessalonica waren ook van die dwaallichten. En er was zelfs iemand die beweerde dat hij een brief van Paulus had gekregen. En dat Paulus daarin geschreven had dat de wederkomst al reden had plaatsgevonden. Er waren nog veel meer stemmen. De een zei het is hier en de ander zei het is daar. De gemeente van Thessalonica raakte een beetje van streek. Ze raakte de weg kwijt. Misschien dat u de weg niet kwijtraakt. Weet u hoe dat komt? Omdat u er niet mee bezig bent. Wanneer je bezig door de Heilige Geest werkzaam wordt met de wederkomst, dan krijg je 1000 vragen en af en toe een antwoord. En je kan niet meer rusten voordat je weten mag wat er gebeuren gaat. Daarom roep ik u op om de schriften te onderzoeken, want de tijd is aanstaande. Ik moet denken aan die gelijkenissen, die kennen we ook allemaal. En jongens en meisjes, je moet luisteren hoor. De Heer Jezus die vertelt een gelijkenis over dienstknechten. En dan krijgen ze een talent, dat is een geldstuk. Hè? Niet talent in je hoofd of zo. Maar ze krijgen allemaal geldstukken. De een 5 en de ander 1 en de ander 10. En dan zegt Jezus tegen deze knechten, ik ga op reis. En ik kom straks terug. En dan moeten jullie rekenschap afleggen wat jullie gedaan hebben met die talenten. Jezus bedoelde, ik ga naar mijn Vader in de hemel. En ik kom straks terug. En dan zal ik zien wat jullie gedaan hebben met die talenten. Nou, zei die ene, ik wist dat u een hard heer was. En dat u straks zal gaan maaien waar u niet gezaaid hebt. Ik stop het in een zweedoek. Ja, die had hij natuurlijk niet nodig, een zweedoek. Want hij was te lui om wat te doen. En hij verstopte het in die zweedoek. En dacht, als hij straks terugkomt, dan zou ik zeggen, hier hebt u uw penning. Maar Jezus zegt, gij luie dienstknecht. Gij hebt niet gewoekerd met de talenten die ik je gegeven heb. Als Jezus straks terugkomt, zou je het onthouden? Dan vraagt hij, wat heb je gedaan met mijn woord? Waarom heb je de schriften niet onderzocht? Want dan hadden jullie me welkom kunnen heten. Het zou toch van Goudswaard en van Valburg niet gelden dat je in slaap gedommeld bent. En dat je dacht, nou het zit wel goed hoor, ik ben een kind van God en ik ga aan het avondmaal en ik heb belijdenis gedaan en mijn zonden zijn vergeven. Helaas, ik moet je waarschuwen, zijn er zoveel mensen die dit belijden. Dat is het ergste wat je doen kan. Zeg, ik ben een kind van God en je draai je om en je slaapt weer verder. Deze boodschap is bedoeld om u wakker te schudden. Omdat je al die rommel waar u uw tijd mee verknoeit, in de kachel gooit. En dat u werkzaam bent met de tekenen van de tijd die voor ons liggen.